welkom bij Lianes Live, de acrylverf gieten. Nou, Doreen en ook voor jullie anderen, ik ga toch nog even een stukje door. Dit is dus uiteindelijk het geworden met de zwijp. Nou, ik vind het niet echt je van het. Dus ik ga gewoon hier het verf pakken wat ik heb geknoeid. Vaak vang ik dit ook op in een bekertje om het gewoon weer opnieuw te gebruiken. Maar ik gebruik het nu gewoon hier op mijn doek. Zo. Wat een kniedeboel. Ik heb trouwens gewoon een vuilniszak doormidden geknipt. En hieronder gelegd om het vuil op te vangen. Want ik moet wel zeggen, acrylverf gaat moeilijk overal vanaf en vanuit. Soms, ja, als je het dan hard laat worden, kan je het er wel aftrekken. Zoals wat ik in mijn braadpan doe om van die skinnen vellen te maken. Want van die vellen maak ik dan sieraden. Maar die vellen kan je natuurlijk ook gebruiken om ergens overheen te doen. Over een doosje of over een telefoonhoesje. Maar dat laat ik je ook nog wel even zien. Nou, ik heb nu dit. Ik ga trouwens wat ik net heb gedaan. En dat ga ik nu weer doen. Is gewoon met een droge stuk keukenrol eroverheen, terwijl voorheen deed ik het eerst vochtig maken. Dus ik heb hier nu een laagje verf zitten. En nou, ik ga hier toch nog even dit er doorheen doen. Ach, ik vind het ook nog wel een beetje leuk om een beetje kleur geel erbij te doen. Alles kan, lieve schat, als je maar plezier hebt. Nou, dan leg ik mijn keukenrolletje zo. Je kan trouwens ook met een groter paletmes, of gewoon met een paletmes, kan je dus ook zo, en dan niet te hard duwen, zo eroverheen. Maar ik duw dus snel te hard, zoals je gezien hebt. Dus voor mij is het beter om een stuk keukenrol erop te leggen en dan wat sneller, denk ik, eroverheen te trekken. Nou, zoals je ziet gaat het verf dus weer in beweging. Er komen luchtbellen, maar er komen ook al vanzelf komen er cellen. Dus ik pak mijn brander, die zet ik aan. Oh, mijn vlammetje is nu al heel laag, daar red ik het niet mee. Dus ik vul mijn fles met 1, 2, 3, dan is die weer vol. Ik draai hem aan en hoppada. Daar is mijn vlam. Nu haal ik even de luchtbellen weg. En op het moment dat ik mijn luchtbellen weghaal, komen daar natuurlijk ook cellen voor in de plaats. Dus Doreen, als je iets gedaan hebt waar je niet tevreden over bent, en ook jullie andere abonnees, dan ga je dus gewoon met een stukje keukenrol overheen. Nou, het wordt wel een lekkere kniedeboel bij Liane, maar wat is nieuw? Alleen Liane is weer dom, want Liane heeft dus weer niet de oude kleding aangedaan. Nou ja, oké. Dus dit is de swipe techniek. En nou, nu vind ik de randen iets minder. Dus dan pak ik mijn paletmes om die randen weer. Oh. Kijk, die randen waren natuurlijk wel gewoon wit. Maar dat komt niet in overeenstemming hoe het er nu uitziet. Er is een video als je terugkrijgt van wat ik, ja, wat je nodig hebt. Ik heb een aparte video gemaakt over het mengen. Ik moet zeggen dat ik hier, kijk, het lijkt er net of dit allemaal kleine bloemetjes zijn. Verrassend vind ik dit toch een leuk dingetje geworden, die ik even apart zet. En ik ga even bakjes neerzetten om toch mijn tegeltje erbij te pakken. Ik weet alleen per god niet waar ik deze kwijt moet, want alles staat hier in huis inmiddels vol. Nou, die leg ik maar even dan daarop. Nou, hier hebben we dat tegeltje. Nou, die is niet meer heel erg mooi. Dan ga ik voor jou, ik ga gewoon alles erin doen. Dan laat ik je toch even de Dirty Pour Flip Cup zien. Eigenlijk waar het allemaal mee begint. Je hebt een stuk canvas of een tegel. Nou ja, deze is dan wel vies, maar dat maakt niet zoveel uit. Je gooit je gemengde kleurtjes in één beker. Zo.
lekker veel. Een beetje te veel ben ik bang van. Maar oké. Okay. Je hebt je verf in een beker. Als je dat wat hoger ingiet, krijg je een patroon. Giet je het laag in, heb je niet echt een patroon. En dan pak je even je stokje. En dan draai je hem even om toch iets, nog maar even een keer, iets van een patroontje te zien. Je pakt je beker, je pakt je canvasdoek op je tegel. En nou ja, je kan hem ook eens uit losse hand erop gieten. Dat kan ik niet. Dus ik doe hem zo. Maar ik wil zo nog wat laten zien. Dus ik giet het toch even een beetje uit. Ja. Dus die doe je zo op zijn kop. Kijk, en dan draai je hem om en dan knoei je niet. En dan kan je hem nu zo omhoog trekken, maar nooit recht omhoog trekken, want dan krijg je allemaal die druppeltjes erin. Is meestal niet mooi. Dus meestal doe je hem een stukje en dan trek je hem terug. Maar wat vaak ook gebeurt als je dit gedaan hebt, is dat je dan je kleur pakt waar geen siliconen in zit, dat je die er omheen doet. Niet voor de negative space, maar wel voor een ander effect. Althans, alle scheve effecten. Dus ja, oh, ben ik lekker aan het kliederen. Nou ja, het is wel even een fijne afleiding, want ik verga. Maar dat terzijde. Dus, nou, de beker heb ik dus omgedraaid. Ik heb wat verf eroverheen gedaan. En dan ga ik nu een klein stukje duwen. En ik trek hem terug en dan trek ik hem open. Dus je kan hem dus ook nu zo recht omhoog trekken. Maar dan gaat hij drubbelblubbelen. Of je duwt hem en dan doe je zo. Kijk. En dan zie je dus dat je al behoorlijk wat cellen gaat krijgen. Komt ook door het bewegen. Komt ook door de siliconenspray. Nou, dan is het eigenlijk beter als je hem nu gewoon even laat staan. En kijkt wat hij doet. Nou, hij doet dus heel veel. Zie je? En dat zonder me branden. Nou, eigenlijk wel zonde, want zometeen ga ik hem verpesten, denk ik. Want ik wil je toch nog even iets laten zien. En dat heb ik hier eigenlijk nog volgens mij nog niet echt gedaan. Is dat je ook je föhn kan gebruiken. Ik zal hem alleen wat zachter zetten. En dan kan je ook, net met het rietje dan, leuke. Zo warm je het op. Dus net als met je brander. Wauw, moet je kijken. Wat een cellen. Maar je kan hem ook wat harder zetten. Zie je, en dan gebeurt er dat. Kan je dus ook het verf verspreiden op je tegel. Maakt een hoop herrie. Maar kijk, dit is natuurlijk ook heel apart. Dat dit kijk, dan doe je die gewoon even met je vinger aanstippen. Een beetje de eenvoudige technieken zijn voor je om te proberen. Oh, sorry dat ik alleen maar naar Doreen spreek, maar ik bedoel dit natuurlijk voor iedereen. Zo, nou ja, ik zit zoals gewoonlijk weer onder. Ik kan nu ook denken van, nou, die luchtbelletjes. Ik ga toch nog even met mijn eigen brandertje eroverheen. Om misschien nog meer celletjes even terug te krijgen. Dat doet niet veel meer. Het is ook een beetje donker nu geworden. Nou ja, dat is die. Nou heb ik helaas geen. Oh ja, hier had ik nog een beetje. Ik had dus expres nog een beetje apart gehouden. Want je hebt het nu gezien hoe ik het allemaal eruit giet. Maar je kan ook letterlijk, kan je dus
of de kleuren bij elkaar in een beker doen, of gewoon per kleur, kan je ook. En dat vind ik toch altijd een raar gevoel. Maar dan kan je nu, dat noemen ze dan een soort ribben maken, kan je het ook gewoon uit je losse pols gieten. Zie je? Dat kan je ook weer doen. En dan kan je hier ook weer de föhn erop zetten. Ik kan hem even zo bewegen, zodat hij wat breder wordt. De ribben, de strook, wat ze noemt. Wat ze noemen. Nou, mijn oude toorts is wel snel leeg of brander. Ik pak weer deze. Want die ribben krijgt meestal dan wel meer cellen. Maar dat kan je dus ook met één kleur doen in plaats van met twee kleuren door elkaar. Zie je? En zo heb je weer zo'n ding eroverheen. Nou, hij is nu natuurlijk niet meer echt mooi geworden, want hij is donker. Wat ik trouwens denk, is wat natuurlijk denk, ik zeg allemaal rare woorden. Maar in ieder geval wat nu heel leuk is, omdat je natuurlijk een harde ondergrond hebt. En waarschijnlijk voel je hem al aankomen. Wat vind ik zo leuk om te doen? En ik heb nog heel even. Nou ja, dit zijn dus toch twee video's geworden met wat uitleg. Ja, ik blijf denk ik toch chaotisch. En ik weet niet of ik het rustig uit kan leggen. Ja, misschien ik het wel rustig uit kan leggen als je gewoon hier komt, Doreen. Als we gewoon naast me komt zitten of jij zit en ik lig, dat is nog beter. En we gaan het stap voor stap doornemen. Ik denk dat je daar meer aan hebt dan dat ik video's blijf maken. Maar ik vond dit toch leuk om te doen. Ik denk dat je de anderen ook een plezier mee hebt gedaan. Niet alleen jezelf, maar ook de anderen. En nou, dan heb ik hier nu wat verf liggen. Kijk maar, kan ik ook met een klein hamertje. En dan let trouwens wel op voor de buren, want ik doe het natuurlijk vaak 's nachts. En dan vinden de buren niet fijn als ik met mijn stoel ga schuiven en als ik dus nu een hamertje tik ga doen. Maar ik doe het lekker toch even. Oh, dat is zachtjes. Zie je? Kijk. Wauw, nog één keer. Wat harder. Oh, shit. Dit horen de buren wel. Nog één keer. Zo, klaar. Nou moet ik het niet meer doen, dan staat de buurman weer aan de deur. Want het is inmiddels... Oeps. Na tweeën. Kijk, en nou heb ik het met de hamer gedaan. Ik vind het toch wel heel mooi, dat effect. En dan ga je eigenlijk altijd toch standaard nog even met je branden eroverheen. En enkele keer doe ik het niet, want dan heb ik geen luchtbellen. Dan moet je met luchtbellen moet je het doen, maar dan heb ik geen luchtbellen. Maar dan ziet het, ja... En dan zitten er al genoeg cellen, vind ik dan. En dan pak ik mijn brander niet. Nou, mijn brander doet nu ook helemaal niks. Er zit hier wel nu een hele dikke laag verf op. Wat ik wel laat zitten. En wauw. Nou ja, hij komt wel heel druk over op het scherm. Maar hij ziet er echt heel mooier. Dus, nou ja, mocht even jullie ook nog vragen hebben over een speciaal onderdeel. Stel mij die gerust, net als Doreen het heeft gedaan. Doreen is alleen een heel lief vriendinnetje van mij. En ik denk wel, Doreen, dat je hier weer mee een stukje verder bent gekomen. Maar blijf gewoon vooral de video's kijken van iedereen die je ziet op YouTube. Ga gewoon beginnen. Ga ervan genieten. En dan komt het echt vanzelf goed. En anders, de eerstvolgende keer als je hier bent, weet jij wat we gaan doen. Doei! Bedankt voor het kijken allemaal!